Pieter, die een uitgesproken mening over de uitzending van gisteravond heeft. Maar daar mag je straks op terugkomen. Eerst natuurlijk naar de man zelf, Johan Derksen. Hoe kijk jij erop terug, Johan, op gisteravond? Nou, ik ben heel tevreden over mijn teksten. Nou, tevreden, hoe bedoel je dat precies dan? Nou, dat ik er volledig achter sta. Dus dat is het probleem niet. Maar ik hoorde dat op social media de mensen er nogal een probleem van nou, maken. Nou, de politiek ook. De politiek was ook. Ja, ja, nou ja, dat interesseert me niet. Kijk, ik heb één reactie gehad. Ja. En dat was van de heren Loonstein. En die zei je van, je mag best kritiek hebben op de Israëlische regering of de staat Israël. Maar jij zei, de Joden hebben er een beetje om gevraagd. Ja. En dan spelen wij in Amsterdam plotseling ook een rol. Dat vinden we vervelend. Nou, dat had hij een punt. Ja. Maar inhoudelijk verandert het niet. Dus je bedoelt te zeggen, de Israëli's hebben zich... Nou ja, ik had kritiek op de Israëlische regering. Ja. En ik heb dat benoemd als Joden. Ja. En dan ben je heel erg generaliserend. Maar even voor de duidelijkheid, dat geweld, dat verafschuw je op alle manieren, toch? Neem ik ja, aan maar wat er gebeurd is. Dat geweld, die slachtpartij, dat is weerzinwekkend. Maar dat doet alleen een terroristische organisatie. In andere landen, die onthoofdingen, zijn ook terroristische organisaties. Net als IS is Hamas een terroristische organisatie. Precies. En Hamas is iets totaal anders dan het volk, de Palestijnen. Alleen, die hebben de pech dat Hamas zich daar laf verschuilt tussen die bevolking. Mm. Die door Israël in lengte van jaren op een mensonterende manier opgesloten is daar. Die kunnen geen kant op. Er is armoede, geen medische begeleiding. Ze hebben nu alle toevoerwegen, er is geen eten, geen drinken, geen energie. Ja. En ik vind, als Israël boos is op Hamas, die mogen ze van mij allemaal uitroeien. Hmm. Maar nu gaan ze dus bombardementen uitvoeren. En dan kunnen ze natuurlijk wel precisiewapens hebben, maar dat kost heel veel onschuldige leden daar die daar wonen. Ja. En het erge is, die mensen vluchten, maar die kunnen ergens eigenlijk nergens naarheen. Want het is een heel klein landje. Ja, twee keer Texel. Ja. Ja, dus je zit als ratten in de val en dan toch bombarderen. En dan denk ik, maar dat weet Pieter natuurlijk beter dan ik, er zijn ook spelregels voor om oorlog te voeren. Mm-hmm. En ik heb altijd gehoord dat als je geen militaire doelen bestookt, maar gewoon bommen gooit op appartementencomplexen waar mensen wonen, dat je dan eigenlijk in Scheveningen voor de rechtbank moet verschijnen. Laten we even kijken, ter samenvatting van wat er allemaal gisteravond ter sprake kwam. Natuurlijk is het erg, maar we moeten ook niet vergeten dat de Joden er wel een beetje om gevraagd hebben. Want die Palestijnen zijn echt als honden behandeld. De reactie van heel Nederland stoorde me. Voor de bühne meteen blind de kant van Israël kiezen. Die beestachtige slachtpartij, dat is terrorisme, dat keurt iedereen af. Ja. Maar Israël laat nu de gewone burgerbevolking in de Gazastrook bloeden voor een terroristische organisatie die toevallig daar zijn basis heeft. Hmm. Iedereen keurt dat af, een ja, terroristische beestachtig, actie. Ja. Vreselijk, beestachtig. Maar wat Israël nu doet, is even beestachtig. Ik ben niet partijdig wat dat betreft. Ik vind dat Hamas zich misdraagt en ik vind dat Israël zich ook misdraagt. Ja, ik denk vooral het zinnetje, die hebben er een beetje op gevraagd, dat denk ik verkeerd uitgelegd is, want wat jij daarmee aangeeft, niemand vraagt omdat kinderen worden afgeslacht, vrouwen worden verkracht, mensen worden vermoord. Als je als jonge mensen, hè, de gemiddelde leeftijd is erg jong daar. Daar wonen 2,3 miljoen jonge mensen eigenlijk. Ja. Als die opgroeien met angst en die zijn gefrustreerd en er zit woede in, en als in hun midden Hamas opereert, dan is het heel makkelijk voor Hamas om jonge lui die helemaal boordevol haat zitten erbij te betrekken en het vuile werk te laten doen. Dus Israël die had dat moeten weten, dat hing in de lucht. Dat moet je dan een keer verwachten. Ja, en die zijn totaal onverwacht zijn ze overvallen. Hmm. En ja, dat is wel een beetje een afgang. En Netanyahu, die heel slecht ligt in Israël, want de helft van de bevolking is tegen die man, maar die wil nu zijn politieke hachje redden door, zeg maar, wild om zich heen te slaan. Ja, ik zei het net over de politiek. Merel, in Den Haag was er wel de nodige consternatie, ook over deze uitzending. Zeker. Er werd heel veel gereageerd op. Nou, daar zit jij natuurlijk niet op. Maar op Twitter, vanochtend bij WNL, werd er ook gereageerd. En we spraken Rutte sowieso over dit conflict. Maar ook heel eventjes over de uitspraak van Johan. En dit zei hij erover. Ik zou zeggen, Johan, neem die uitspraak terug. Hè, dat de Joden dit zelf over zich hebben afgeroepen. Dat was letterlijk te zien. Volgens mij zou het hem zien, zo ken ik hem trouwens ook, dat hij die uitspraak terugneemt. Nou ja, Israël heeft het zelf afgeroepen. Ja. De Joden het algemeen niet, dat klopt.
Nee, maar nogmaals, je bedoelt, je veroordeelt het geweld en ondertussen zeg je ja. Jawel, maar ja. Ze hebben er niet bij stilgestaan dat die opeenstapeling van frustraties, omdat die mensen daar echt onderdrukt werden. Die woonden in een kamp, ze konden er niet in, ze konden er niet uit, ze kunnen nergens naartoe. En dan krijg je bij jonge mensen die gefrustreerd zijn, krijg je woede en haat. En dan ontstaat er vanzelf een gevaarlijke situatie. Maar dat hadden ze moeten doorzien. Maar wat ik denk is dat mensen waar ze zo boos over worden is die zin, ze hebben het erom gevraagd. En een beetje om gevraagd. Ja, maar ik denk, wat ik me niet kan voorstellen is als je ziet wat er is gebeurd. Kinderen worden vermoord. Daar hebben ze niet om gevraagd. Precies. Maar om dit soort terroristische reacties, daar hebben ze min of meer om gevraagd. Ja, vind maar die zin wordt nu overal uitgeknipt en dan gaat men. Ja, maar ja, dat weet je met social media. Dat halen ze eruit en dan word je gecanceld door heel Nederland. Heb jij veel reacties gehad, René? Nee, totaal niet. Maar dat doen mensen nooit met mij. Maar in ieder geval, ik vind wel dat. Het wordt steeds gekker natuurlijk. Hè. Die hebben gewoon baby's, hebben ze onthoofd. Ja, het is verschrikkelijk als je het leest. Het is werkelijk, het is barbaars. Het is oude mensen in hun eigen huis. Het is krankzinnig, het is werkelijk. Maar ook nu komen er ook steeds meer foto's van in die Gazastrook, hè, waar dan vaders naast hun dode kinderen liggen. Ja, in ziekenhuizen. Ja, dat is echt, het is krankzinnig. Ja. Het is krankzinnig. En, ja. Maar nee, vaak. Nee, reacties krijg ik. Maar vind je dan niet, René, dat de daders moeten opgespoord worden? En die mag je van mij mee doen wat je wil. Maar mensen die daar toevallig wonen, al jaren onder slechte omstandigheden, die worden nu gebombardeerd. Ja, ik snap wel als die, kijk, die gruwelijkheden op dat festival, maar ook die gruwelijkheden net in de buurt van Gaza, waar ze dan kinderen onthoofd hebben, mensen verkracht hebben, oude mensen. Ze hebben ook nog gewoon 50, 60, 70, 80 kinderen meegenomen. Ja. Hele jonge kinderen ook. Ja, baby's. Ja. Dat is zo buiten. Ik denk als het zo. Dat is zo buiten, zo barbaars. Ja. Daar kan je nog ineens een voorstelling van maken. Maar dan begrijp ik wel dat je eerste gedachte is: we gaan het vergelden. En dat vergelden, daar krijgen we nu foto's van. Dus dat de vader naast twee dodere kinderen ligt in het ziekenhuis. Dat is ook de weg niet. Dat begrijp ik ook. Maar als je die enorme beestachtigheid ziet, weet ik, kan uitleggen, dan is er bij mij op zo'n moment geen enkele ruimte voor nuance. Dat komt later misschien. Nee, maar er is geen ruimte voor nuance. Kijk, het eerste waar je aan denkt is vergelden. Maar wat heb je nu dat er dadelijk honderden dode kinderen liggen in Gaza? Ik wil toch even naar de oud-generaal toe, hoe die naar kijkt. Pieter, hoe kijk jij hiernaar? Nou, laten we eens naar de feiten kijken en naar het militair perspectief. Er is aangekondigd dat er een grondoffensief gaat plaatsvinden en dat wordt voorafgegaan door luchtoffensief. Dat vindt nu plaats. De aanname van Johan is dat er lukraak wordt gebombardeerd. Ik denk niet dat dat juist is. Want ondanks het feit dat de inlichtingendiensten toch wel een steek hebben laten vallen, weten ze relatief best wel wat er gebeurt en zullen ze ook de belangrijke doelen eruit halen. Met alle respect, jij ziet die foto's toch? Ja, maar even gewoon puur feitelijk, want ik heb ook dode mensen gezien, daar word je nooit vrolijk van. Maakt niet uit wat voor de kleuren waar ze van zijn. Maar de hele dorpen weg. Maar dat je als land het recht hebt jezelf te verdedigen, en die noodzaak is er ook, dat je militair het offensief terugbrengt naar je vijand. Want er worden nog steeds raketten geschoten vanaf Gaza op jouw land. Moet je dan zeggen, we moeten toch even wat proportioneel bedenken hoe we daarmee omgaan. Die muur staat niet voor niks om Gaza heen. Dat was het enige wat ze konden bedenken, omdat er regelmatig terroristische aanslagen ook buiten deze periode plaatsvinden. Ik ben diverse keren in Israël geweest, waarvan ik 2 in een bunker heb doorgebracht, omdat er weer lukraak raketten werden afgeschoten. Het gebeurt natuurlijk wel meer dan precisie aanvallen, want ze snijden ook lijnen af, voeding en water, dat soort dingen. Dus ja, daar maakt iedereen zich verschrikkelijk druk over. Maar als daar bombardementen plaatsvinden, hoe lang denk je de waterleidingen dan water blijven geven? En hoe lang die elektriciteit in die vier wordt? Dat is een beetje strijdig met wat je net zegt, want als er precisiebombardementen zijn, dan is dat juist niet op het hele Gaza-strook. Nee, maar je komt een beetje uit een ei als je denkt als er een bom op een gebouw valt, dat dan alle waterleidingen eromheen daarbij bespaard blijven. Maar daar wil jij zeggen dat het dus niet in strijd is met het oorlogsrecht om waterleidingen. Nee, dat zei ik helemaal niet. Dat onderwerp hebben we helemaal niet gehad. Het gaat erover dat het land het recht heeft om zich te verdedigen. Ze zijn aangevallen door een terroristische organisatie. Ik vind het ook niet juist als jij zegt, ja, maar toevallig zit Hamas tussen die arme bevolking. Een gedeelte van de bevolking is Hamas. Dat klopt. Maak het dan niet. Maar dan moet de hele bevolking uitgeroeid worden? Nee, maar er is nog geen bevolking uitgeroeid. Je begon er gisteren over, er moesten de eerste aanvallen nog plaatsvinden. Dus ik vond het gisteren ergerlijk dat dat je het had over dat als Israël terug zou aanvallen, dat een terroristische daad was.
Dat is volledig in het kader van internationaal recht. Je recht om je bevolking te beschermen. Er worden nu nog raketten geschoten vanuit Gaza. Dus dat vond ik fout. De anderen hebben het net over gehad. En jou, of je Joden of Israël zegt, ik vond dat onbetamelijk, terwijl de lijken nog warm waren. En ik vind dat als je kijkt naar hoe een land internationaal opereert, dan worden ze ook gehouden aan het internationaal recht. Nou, we hebben vandaag al discussies gehad of dat wel of niet proportioneel zal zijn. Nou, laten we kijken of ze dat doen. Daar worden ze wel aan gehouden. Het is een land wat onder de Verenigde Naties valt. Het is een land wat zich aan internationaal recht moet houden. En dat kun je van de Hamas kun je niet zeggen. En dat de burger doden vallen of gaan vallen, zonder twijfel. Dat was vandaag ook in de Tweede Kamer, waar vrijwel de hele Tweede Kamer op een paar partijen, die gingen achter het feit staan dat Israël recht heeft op zelfverdediging. Maar wat partijen zich wel afvroegen, hoe ver gaat dat dan? Ja. En inderdaad, gaan ze straks niet door het internationaal recht heen, als je bijvoorbeeld kijkt naar die afsluiting die ze hebben aangekondigd. En daar hebben we Rutte ook nog even naar gevraagd. Nou, waar het om gaat is dat er dan dus toegang moet zijn voor mensen die humanitaire hulpverlening doen daar. En ook uiteraard humanitaire. Maar het afsluiten van elektriciteit, afsluiten van water, voedsel, past dat dan binnen dat internationaal recht? Nou, dat is natuurlijk iets wat we allemaal scherp met elkaar in de gaten houden. Maar, en we zullen moeten kijken de komende dagen. Nou, dat zullen we dus echt de komende dagen moeten bezien. Maar heeft u daar contact over dan met uw collega's in Israël? Maar dat is dan toch de indruk, wekt dat dan toch? Nee, maar zij hebben toch dat dreigement al geuit? Dan wek ik toch de indruk dat ik ervan uitga dat dat nu gebeurt. Ja, hij zegt dus, als ik nu al ga zeggen, joh, let op, je moet je wel houden aan internationaal recht of doe het binnen proportie, dan wek ik de indruk naar Israël toe dat ik er nu al van uitga dat ze dat niet gaan doen. Mm-hmm. En die indruk wil hij dus klaarblijkelijk niet. Netanyahu heeft toch gezegd dat hij Hamas gaat vernietigen? Dat is Nou, dat en dat ze het dus hermetisch af gaan sluiten, onder andere voor water, voedsel. Ja, maar dat zijn twee verschillende dingen. Dat hij Hamas wil vernietigen, begrijpelijk. Mm-hmm. Ik denk dat iedereen dat wil, dat zeker naar wat je nu hebt gezien. Maar de manier waarop is wel een andere vraag. En ik denk dat je dan, als je oorlog wil voeren op de manier zoals hoort, dan denk ik niet dat je dus waterlijnen en voeding moet gaan afsluiten voor de hele bevolking van 2 miljoen die daar zit. En ik denk dat de twee dingen dat elkaar moet houden. Wat ik net zei, is die gruwelijkheid die je daar ziet, dan heb ik geen nuance. En ik vind dat dat er ook niet hoeft te zijn. Maar tegelijkertijd kan je op een ander moment, vind ik eigenlijk, wel kritiek hebben op het systeem zoals Netanyahu dat heeft opgezet daar. Mm-hmm. Waardoor die Palestijnen ook inderdaad ook jarenlang in hele moeilijke situaties hebben geleefd en slachtoffers hebben gekend. Maar het zijn twee dingen die naast elkaar kunnen zijn. Maar nu, op dit moment, vind ik dat de aandacht er moet zijn voor Israël, die slachtoffer is van de grootste gruwelijkheid die je kan voorstellen. Nou, het lastige is, je snapt die mensen ook allemaal wel. Maar ik heb dan goed geluisterd, die hadden wij volgens mij gisteren nog, die man van Buitenlandse Zaken. Anton Broeke. Arjan Boekenstein. Die andere die op tv was, die uit Israël. Rosenthal. Nou ja, daar kwam gewoon uit. We gaan een heleboel vernietigen daar. Ja. Nou, daar blijft niks van over. Kijk, gisteren, ik zat na afloop nog even te kijken naar de avondshow van Arjan Lubach. En eigenlijk verwoordde die best Ik had het over die man van... Ja, maar die zit daar ook in dit stukje. Want het gek is... Ik had het over die uit Israël. Van Buitenlandse Zaken. Heb je die meegekregen? Niet. Niet. Nou goed, mag ik nog één ding erover zeggen? Kijk, ik proef ook een beetje selectieve verontwaardiging. En dat is Pieter het ook niet mee eens. Maar wanneer Poetin een bom gooit op een flatgebouw in Kiev, dan is heel Nederland verontwaardigd. Ik zie alleen maar flatgebouwen instorten tussen de Palestijnen. Ja, maar volgens mij probeert Pieter duidelijk te maken dat er reactie is op wat er daarvoor is gebeurd. Dus dan mag je je verdedigen. Ik ben in Gaza geweest, geruime tijd geleden. Dat is een heel klein stukje land waar heel veel mensen wonen. En wat je net zegt, en wat ik je net probeer uit te leggen, dat Hamas ook deel uitmaakt van de bevolking. En zij proberen kopstukken eruit te halen. Maar ook de mensen die raketten afvuren, liefst op plekken waar heel kwetsbare burgers wonen. Dus ja, wat moet je dan doen? Als schild. Ja, natuurlijk. Maar moet je kijken. Het is gisteren, hè? Dat is na de beschieting. Bij die beschieting, daar gaan ze zeker... Dit is geen precisiebombardement. Dit is geen precisiebombardement geweest, Pieter, dit. Moet je kijken. Maar er is niks meer van over. Maar wat ik ook wel belangrijk vind... Maar ik weet niet, ik kan hier vandaan niet zeggen wat daar zit, of waar hoofdkwartieren zitten, of wat er fout is gegaan. Ik weet in ieder geval dat ze kunnen in ieder geval precisiebombardementen uitvoeren. En dat zullen ze in eerste aanleg doen, omdat ze aan die proportionaliteit worden gehouden op doelen die de moeite waard zijn. Maar ik heb ook gezegd, daar gaan zeker burgers uit. Dat is niet te vermijden op zo'n klein stukje grond met 2 miljoen inwoners. Maar over selectieve verontwaardiging gesproken. Ik hoor iedereen nu nuance willen maken en aandacht willen vragen ook voor de Palestijnse positie. Dat begrijp ik aan de ene kant wel. Aan de andere kant, als je het over context wil hebben, het Joodse volk, dat wordt eigenlijk al bijna, meer dan 2000 jaar vervolgd. Hè? Want dat is niet begonnen in de Tweede Wereldoorlog. Dan had je voor de oorlog had je 18 miljoen Joden en daarna nog maar 12 miljoen. Maar het is echt al 2000 jaar geleden begonnen. Dus het hele Joodse volk
heeft meer dan 2000 jaar in volledige angst moeten leven om zich te moeten bevechten. Dat is ook context. En die wordt wel makkelijk vergeten, heb ik op dit moment. Nou ja, ik kreeg uit de Joodse gemeenschap wel heel veel reacties die ook allemaal zeiden: je zou de historie beter moeten kennen. Dat. Je kent het verhaal niet helemaal. Het lastige is natuurlijk ook. Jawel, maar de historie vergoedt niet wandaden die vandaag uitgevoerd worden. Het verklaart wel hoe je als volk, als je 2000 jaar lang weet dat de hele bevolking zijn die jou willen uitroeien, dat je je zo opstelt op een bepaalde manier. Dan moet je je voorstellen dat je kinderen, je ouders, je grootouders, die hebben alleen maar in situaties gekend waarbij de andere volken zijn die jou volledig willen uitroeien. Dat is maar waar Pieter, wat is überhaupt het idee geweest van Hamas om dat veld in te gaan met al die kinderen die naar een festival staan te luisteren en er dan nog wat huizen erbij te pakken die in de buurt zijn, daar wat zijn baby's te ontvoeren, ook nog wat baby's te onthoofden, dan weet je toch ook dat dit de rekening wordt die je gepresenteerd krijgt? Ja, maar goed, dit soort mensen vind dit? Je niet alleen bij Hamas. Dat zijn mensen die vanuit hun volledige overtuiging het onbelangrijk vinden hoeveel mensen er doodgaan. Ook van zichzelf, ook van anderen. Want er zijn ook heel veel strijders bij om het leven te komen. Dat interesseert ze helemaal niks. Dus maar wat is nou überhaupt in hun hoofd? Ja, er was net een leider van Hamas in beeld en die zei: we kunnen stilzitten en helemaal vernietigd worden, of we kunnen ons verzetten en misschien ook vernietigd worden. Maar dan hebben we tenminste wat gedaan. Dat is wat verzet is dan 400 kinderen vermoorden. Ja, dat is zo absurd. Zo absurd. Maar je weet toch dan dat je de rekening gepresenteerd krijgt nu? Ja, misschien was dat ook wel de reden, want ze hebben alle aandacht die ze op dit moment willen hebben. We hebben hier een discussie aan tafel en ook op tv-shows misschien dat we weer terug gaan naar de geschiedenis. Het gaat overigens 2000 jaar voor Christus terug. Toen bestond er al Israël en de Judea. Maar iedereen pakt een stukje selectief wat hem in de historie het beste uitkomt. Daar kom je natuurlijk nooit uit. We hebben na de vervolging in de Tweede Wereldoorlog, in 1948 is die staat ontstaan. Een dag later was er oorlog met alle omliggende landen. En jij zegt 2000 jaar in angst. Ik heb de laatste 14 jaar van mijn diensttijd ben ik heel vaak in Israël geweest. Die leven elke dag in staat van oorlog. Ja, ik weet niet of iedereen weet hoe groot Israël is. Dat is Noord- en Zuid-Holland. Ja. Ik hoorde van de week iemand zeggen: welke idioot doet een festival 30 kilometer van Gaza-grens? Dan zit je al aan de oostgrens van Israël. Dan is Israël al op. Dus als Israël geen strategie heeft van oog om oog, tand om tand, als ze niet een offensief plegen zoals ze het nu doen, dan worden ze elke week onder de voet gelopen. Ze leven elke dag in angst. Ja, en ik denk ook overigens dat het een van de redenen is dat de inlichtingendienst dat gemist heeft. Want ik krijg diverse kantoren, ze hebben het echt gemist. Nee, maar denk jij niet, nee, luister dan. Ja. En ze hebben dat gemist omdat ze hebben alle aandacht gevestigd op de westelijke Jordaanoever. Dat is een groter gebied, er zijn heel veel Joodse nederzettingen waar zoveel ophef over is. Maar ja, waar wel Israëli's wonen tussen Arabische bevolking. Daar hebben ze volledig hun aandacht op gevestigd. En de muur zou voldoende moeten zijn om alle aanslagen die ze van daaruit kregen, om die tegen te houden. Mm-hmm. Er is ook observatieapparatuur. Die hebben totaal de plank misgeslagen. Bovendien zijn er duidelijke aanwijzingen dat ze hier al maanden mee bezig zijn. Dat ze volledige medewerking hebben gekregen van Iran. Want die raketten komen of uit Iran of de technologie komt er vandaan. Om het zelf gemaakt. Ja, maar dat kun je, neem dat maar van mij aan dan. Dat is niet van gisteren. Het is niet zo dat je 2500 raketten opeens even van je zolder haalt. Nee. Maar hoe komen die binnen? Er kan niks in en uit. Smokkel. Je onderschat het tunnelsysteem wat daar regelmatig wordt aangepakt. Wat je tussen Noord- en Zuid-Korea, als je ooit een keer vakantie gaat, kijken wat er allemaal niet gebeurt. Je onderschat wat voor mogelijkheden mensen hebben om spullen in te krijgen. En als je dan nu, er zijn blijkbaar besprekingen geweest met Biden en Hamas. Hamas is twee keer op bezoek geweest in Moskou. Dus iedereen is een beetje in slaap gewiegd dat het misschien wel een beetje de goede kant op ging. De Israëlische dienst heeft mogelijkerwijs iets te veel naar de westelijke Jordaan-oever gekregen. En ze zijn totaal verrast. En dan krijg je het tweede ding. Je hebt en een militaire aanval met raketten. En je hebt een terroristische aanval. Je hebt diverse inlichtingendiensten in Israël. Eén daarvan is de Shabak. Allemaal jonge lui die erin werken. 24-7 alleen om aanslagen te voorkomen. Die wordt dan geactiveerd. Maar tegelijkertijd wordt de IDF geactiveerd. Nou, dan krijg je de situatie in Nederland ook. En dan krijg je meerdere organisaties die tegelijkertijd moeten optreden tegen verschillende dreigingen op Shabbat. 50 jaar en één dag na Yom Kippur. En je hebt een heel land op je linkerbeen. En ik kan je wel zeggen, de reacties die ik krijg zijn exact hetzelfde wat ik hoorde van mijn Amerikaanse vrienden na 9-11. Totaal gechoqueerd dat ze zo onveilig waren. Dat hebben ze nooit zien aankomen. Dat land is totaal aan shambles. Dus in die gemoedstoestand moet je alles wat gisteren verteld is, alles wat je nu ziet, vanuit die gemoedstoestand moet je dat beredeneren. Is er bekend hoeveel leden die terroristische organisatie heeft? Dat zijn diverse duizenden. Wonen niet alleen daar. Ze zijn over meerdere landen verdeeld.
Vandaag gingen er verhalen dat er 1500 strijders om het leven zouden zijn gebracht. Ik vond het nogal nepnieuws zullen klinken, weet ik niet, maar duizenden in ieder geval. Jawel, maar laat het nou duizenden zijn. Er wonen 2,3 miljoen mensen daar. En die zijn nu vogelvrij. Want die kunnen geen kant op, hè? Je kunt niet eens vluchten. Nee, maar je hoeft mij niet uit te leggen. En toch een spervuur van raketten daarheen. Ja. Omdat de president van Israël zijn nek wil redden. Ja, maar wat stel je dan voor dat jou? Dat versimpel je wel erg. Dat je die aanslag incasseert? Ik vind dat je op zoek moet naar de daders. Ja, ja maar die gaan juist lastig zitten daar. Maar je kunt toch niet 2 miljoen mensen neermaaien maar, en dan redeneren van dan moeten de daders dan bij zitten? Johan, dat hebben ze jaren gedaan. Daar zitten er 4.500 van in gevangenissen in Israël. Waar iedereen zegt, je kunt die mensen nog niet vernieuwd van straat halen. Dus de maatregelen om het te voorkomen, de muur om het te voorkomen, hebben allemaal gefaald. Dus ja, dan is er nog maar één ding blijft erover als je wilt dat het ophoudt. Maar jij zegt ze gaan een grondoffensief doen. Gaan ze dat dan doen om die mensen daar weg te halen, absoluut, de daders? Ja. Ze gaan daar niet in om hetzelfde te doen wat hun overkomen is om mensen uit te moorden. Daar gaan ze echt achter de kopstukken en achter Hamasleden aan. En daar zullen ze heel lang mee doorgaan, ook als die oorlog ophoudt. Maar dit wordt een humanitaire ramp, of niet? Nee, dat denk ik niet. Er is een stuk grondgebied te klein voor bovendien. Vanuit militair perspectief, als Hezbollah in Libanon in het noorden zich ermee gaat bemoeien, dan hebben ze een dreiging vanuit het noorden. Ja. Als de westelijke Jordaan-oever die onder de auspiciën van Fatah valt en Abbas die in leven wordt gehouden, 87-jarige president, als zich ze ook mee gaan bemoeien, dan heeft het leger iets meer werk. Ja. Vergeet niet, ze kunnen 3 miljoen man mobiliseren, de Israëli's. Ze zijn nu ruim 300.000. Pieter, ze nemen het zeer serieus. Jij zei net dat de Hamas ook in Moskou is geweest. Denk je niet dat Rusland, want die profiteert hiervan, dat die hier ook iets mee te maken hebben op de achtergrond? Dat, banden met Iran? Dat zou kunnen, maar er is iets heel merkwaardigs. Er is ook een redelijke band tussen Rusland en Israël. Die hebben gewoon zaken met elkaar gedaan. Nagorno-Karabakh is jullie misschien niet ontgaan een paar weken geleden. Dat heeft Azerbeidzjan de Armeense enclave ingenomen. Ja. Maar Azerbeidzjan werd bewapend door Israël met goedkeuring van Rusland. Ja. Dus er zijn contacten tussen Rusland en Israël. En vandaag of gisteren heeft Medvedev, de oud-president, gezegd, ja, er is maar één land wat daar de vredesonderhandelingen kan doen, dat zijn wij.